Hey, Maurice hier. Nog steeds in Milaan, want ja, nu we toch hier zijn voor de Milaan Design Week, is dit de uitgelezen mogelijkheid om met verschillende designers te praten over de rol van AI. Nu en in de toekomst. Dat zo meteen, maar eerst heel even... Andiamo. Ciao. Hey man. Lisse. Hey. Welkom in Milaan. Ja, dankjewel. Lisse Trooster is een ontwerper uit Nederland. Hij werkt met veel materialen en in meerdere disciplines. De meeste producten hebben een focus op duurzaamheid. Daarnaast houdt hij zich bezig met veel verschillende technologische ontwikkelingen. Waaronder dus AI. Ja, we staan nu bij Isola. Isola is een van de wijken, een van de districts die buiten de echte beurs met ander werk laat zien. En ik ben daar partner van, curator en design scout. Wat zijn nou de laatste ontwikkelingen op het gebied van tech en design? Wat ik nu zie gebeuren, dat is natuurlijk met artificial intelligence ook, ja. Is dat je ziet dat heel veel technieken die al lange tijd aanwezig zijn, dat die nu wat meer mainstream worden en dat het ook wat makkelijker toepasbaar is voor verschillende ontwerpers. Die kunnen nu via AI al veel sneller programmeren en dat het ook sneller gaat dan dat ze het eerder maakten. Maar aan de andere kant ook met interieurontwerpers. Als je eerder best wel lang bezig bent om één kamer te tekenen, kun je nu binnen no time kun je 50 of 100 variaties halen. Pas je zelf eigenlijk ook al AI toe in je werk? Ik ben nu een klein beetje begonnen met ChatGPT om als ik teksten moet schrijven, om een soort van leidraad te hebben. Dan ben ik zelf productontwerper. Ik denk als ik de volgende keer weer een product ga maken, dat het wel interessant is om eerst een aantal iteraties van het ontwerpproces met een AI digitaal te doen. Om ook iets verder te komen dan bij je eerste idee. Want dan kun je jezelf uitdagen om net een stap verder te gaan en een ander niveau te komen. AI ontwikkelt zich ontzettend snel. Het heeft ook een wat donkere kant. Hoe zie jij dat? Ja, dat is een beetje de vraag van, word je goed geïnspireerd door iemand of kopieer je iets? Als je een AI een nieuw meubelstuk laat ontwerpen, maar je kan heel duidelijk zien waar het geïnspireerd is door een andere ontwerper. Mag je het dan inderdaad ook gewoon gaan verkopen als jouw ontwerp? Of is dat nog een beetje een grijs gebied waar we het over hebben? En als het dan op een gegeven moment zo ver komt dat de AI dat zo goed doorheeft, dat je ook gewoon kan zeggen van, goh, ik wil een nieuwe wandlamp laten maken met dit materiaal wat het ontwerper zelf nog nooit heeft gedaan. Maar dat je toch heel duidelijk kan zien van, hé, dat zou wel van die ontwerpen kunnen zijn. En dat is inderdaad, aan de ene kant kan het een heel mooi iets zijn voor inspiratie. Maar je kan ook afvragen, willen we dat en willen we die kant op? Zo, Marion. Marion Mulder werkt als zelfstandig professional voor digitale oplossingen. Zo heeft zij zich de afgelopen 3 jaar gespecialiseerd in chatbots. Momenteel werkt ze voor Amsterdam UMC, de Kamer van Koophandel, en faciliteert ze regelmatig design sprint workshops voor diverse organisaties. Maurice? Back to you. Waar ben jij bang voor als het gaat om AI? Ik zie het eigenlijk net zoals een hamer. Je kan met een hamer enorm een huis in elkaar timmeren, maar je kan er ook iemand zijn hoofd mee in elkaar timmeren. En het is maar net wat je ermee doet. En dat is uiteindelijk hoe gaan we met als samenleving met dit soort tools om. De angsten zitten altijd in de misbruik en het is belangrijk dat technologie ook in de handen komt van iedereen. Oké. We hebben het nu een beetje gehad over die dark side, maar wat als we het hebben over mogelijkheden? Wat is er allemaal mogelijk straks? Je kan heel veel technologie voor jou laten werken, dus je creëert opeens vrijheid. Reizen wordt anders, mobiliteit wordt anders. Die zelfrijdende auto's komen er wel aan. Dat de technologie die we gebruiken, dat die weet wat mijn voorkeuren zijn, dat die mij beschermt als ik in de auto stap, dat niet iemand anders opeens de auto open kan doen. Nou, en dan natuurlijk niet te missen de generatieve AI, of generative AI in mooi Engels. We nemen een plek die we allemaal kennen. Bijvoorbeeld de gracht in Amsterdam. Ja. Oké. Ja, maar dan iets meer zo. Kijk. Iets meer kleur, iets meer kleur. Ja. Ja. Een klein beetje. Het gaat ons hele slimme dingen brengen en het gaat ons heel veel gemak brengen en we gaan het weer heel normaal vinden. Het wordt minder hype. Er zitten hele mooie dingen in de medische wereld. De technologie die sneller is dan de dokter om dingen te herkennen. En dat betekent dus dat artsen meer tijd gaan krijgen om aandacht voor mensen te hebben. Je moet niet hopen op de technologie. Je moet uitgaan van slimme mensen die die technologie slim inzetten. Ik kan me voorstellen dat als je veel met AI bezig bent, dat je ook een toekomstdroom ontwikkelt. Waar hoop jij op? Ik sta voor inclusieve technologie. Ik zou het fantastisch vinden dat de technologie niet meer mensen buitensluit op basis van huidskleur, gender,
de economische situaties, de technologie zo inclusief wordt dat de samenleving volgt. Nou, dat vind ik wel een soort van world peace gevoel. Daar ga ik voor. Het is ook nooit af, maar daar ga ik voor. Ja, die AI-revolutie is al gaande. Het heeft dus ook voordelen op het gebied van design. Maar ik denk toch echt dat we met z'n allen goed moeten bepalen en afspreken hoe we het op een juiste manier kunnen gebruiken. Wordt nog heel interessant.